is begonnen. Ze hebben ook heel goed best gedaan. Iedereen heeft goed gespeeld. Heel dominant hebben ze gespeeld. Ze hebben heel veel ballen winst gehaald. Dat doelpunt afgekeurd werd, is heel duidelijk een regel voor. Ik kan het niet begrijpen. Maar we hebben desondanks nog een doelpunt gemaakt. Dat we hebben ook verdiend gewonnen. Je hebt niet heel niet zo goed man tegen man verdedigd. En dan hebben we geprobeerd om alles aan te passen. Doelpunt gemaakt. Daarna wilden we meer op counter spelen. We hebben een hele goede counter gehad. Maar de eentje dat we naar buiten gespeeld had. En dan kwam het tweede doel. Dat had dat moeten worden. Twee mensen. De gretigheid vond ik heel goed. Het is ook goede stappen die we gezet hebben. Ik ben heel trots op het team, hoe ze het omgezet hebben. En ik heb nu in Nations League nog geen wedstrijd gehad dat ik het gevoel had dat het ons niks kon schelen of we zouden verliezen. En Christian Kapp hier in het midden. Dank u wel. Een jaar na uw eerste wedstrijd met het team. Hoe is het anders gegaan? Wat is goed gegaan? Misschien zijn er dingen die je moet veranderen. Misschien zijn er details die je moet veranderen. Meer defensiever spelen of zo. Hoe kunnen we beter voor meer beleving zorgen aan de voorkant? Was dat een goed voorbeeld? We hebben natuurlijk eerst niet zo veel kunnen veranderen. Maar we hebben negatieve ervaringen hebben. Om iets te kunnen veranderen, moet je eigenlijk negatieve dingen hebben. Maar het team heeft heel goed bij elkaar kon goed met elkaar vinden. En ze passen goed bij elkaar. Er zijn verschillende karakters. Ze moeten gewoon bij elkaar passen. Iedereen moet zich gewoon juist een rol spelen. Het is ook menselijk dat je het anders is bij je club als bij het nationale team. En sommige dingen gaan goed, andere niet. Maar de spelers die bij de EK niet bij waren, het zijn ook nieuwe mensen nu. Die moeten snel beslissingen nemen. En ook die mensen moeten ook hun weg in het team vinden. We hebben heel erg dominant gespeeld. Ook binnen EM hadden we de pressing wel goed gedaan. We hebben echt een benchmark voor Europa gedefinieerd. Vandaag hebben we ook klassiek. Heel veel situaties hebben we heel goede kansen gehad. Als je op Demi dat terug spelen en dan ook bij het doelpunt hebben we de eerste 10 minuten waar we alleen maar bij de 16 meter van Nederland. We verdedigen heel hoog. Ook in de diepte hebben we geduldiger geworden. We hebben nog heel veel dingen te leren. Maar het telkens uit je positie lopen, dat doen we ook niet meer. Dus heel goed, zijn we nog geduldiger geworden. Als we niet meteen de ballen veroveren. Het gaat erom altijd dat telkens opnieuw te doen. Je moet straks een beetje pauzen voor wat betreft het nationale team. En ik hoop dat het snel de geblesseerde spelers weer terugkomen. En de tweede mensen die de tweede garnituur zijn, dat ze toch een kans krijgen nu. En je moet er gewoon bij een goed spelen bij je eigen club, anders om te kunnen je plaats kunnen verdienen in het nationale team. Frank Heijman. Ik wil graag iets over Jamie iets zeggen. Jamie heeft heel goed gevierd wat hij moest spelen. Klopt dat hij kort voor de wedstrijd gehoord dat hij zou spelen? Vanmorgen hebben we dat bij de bespreking gehad. Wat is kort voor de wedstrijd? Dat is een definitievraag. 10:40 dan heb je nog een beetje tijd tot het 20:45 is. Vandaag hebben we al langer gepland, maar als we iedereen gezond hadden, was hij misschien niet erbij geweest. Zo kan je er open over zijn. We hebben wel. Vorig jaar heeft hij goed gespeeld bij de voetbalbond. Führig heeft meer gespeeld. Nu speelt hij meer als Chris,
Anders in de trainingen hebben we niet zo waargenomen. Maar gisteren hebben we ook het feedback gegeven dat die energie die bij VfB ook bij ons moet doen. Bij ons is het anders dan bij hun club, dus VfB Stuttgart. Hij heeft heel veel situaties te... hij heeft het zeer goed gedaan, met ook lichamelijk goed gedaan. Energie die heeft hij heeft heel groot debuut. Dan gaan we in die rij daarvoor, vielleicht geht het met hem. Ja, van de voorste rij nu. Christian Nagelsmann, u heeft nu een paar keer dingen die u geleerd heeft. Kunt u terug kijken? Wat zijn nou dingen, samengevat, die dingen die u geleerd heeft? Dat je nog derde... wat is met Weert? Was hij geblesseerd? We hebben vandaag in de tweede helft al gezien dat in het toernooi zoveel... we moeten sneller een oplossing vinden als de tegenstander heel veel dingen omzet. Nu hebben we ook ontspanning dat we... we willen niet. We willen ook toeschouwers ook iets bieden. Dat bij toernooi is natuurlijk anders. Dan moet je van tevoren afhankelijk zijn. We moeten ook als de tegenstander iets anders doet, moet je ook snel kunnen aanpassen. Tegen Bosnië hebben we ook in de drukfase van de tegenstanders hebben we onze structuur in stand gehouden. Bij Bosnië was dat 60 minuten, was het meer harikiri, verschillende posities. En vooral ook heel veel debutanten erbij. Dan heb je natuurlijk ook bij druk zetten. Dan zijn ze drie besprekingen verder. En nu hebben we al duidelijk dat met 9 van 10 werd... vorige keer tegen Bosnië waren het 6 van 10 op de goede plek. We hebben het goed besproken gedaan en de vorige keer cursussen we weer doen. Floor, we weten niet wat die precies heeft. We morgen ook de diagnostiek doen. Met zijn sprong, hij zegt, bij wat steken in zijn sprong. Ik weet niet wat het precies is, maar in zijn been waar die... Oliver Baumann heeft dat heel lang bij de nationale team, zonder dat hij een echte speler is. Vandaag heeft hij het eerst gespeeld officieel. Hij heeft ook alles gehouden, ook zelfs de laatste minuut nog, ook die laatste super redding gedaan. Het team heeft me heel goed gevierd voor zijn eerste debuut. Ik vond het extreem goed met bal en heel rustig, geen gekke dingen gedaan. Hij heeft goed vertrouwen gehad, heeft een goede doel op Gakpo. Heeft hij meteen al Josh doorgespeeld. Je moet eerst tegenhouden. Ook was heel hard, die bal nu boven gaat met één hand. Met één hand kon hij afweren. Hij heeft hij heel goed gedaan. Moet je even maar tegenhouden. Dat doet hij ook goed bij Hoffenheim. Maar het is een zeer verfijnd mens. En ook dat hebben we ook bij het team gemerkt. Bij de openbare training hebben we dat ook gezien. Hier kreeg hij ook een medaille als zijn debuut. Die heeft al 4 jaar in zijn koffer. En dan kan nu eindelijk mee naar huis nemen en nu heeft hij hem verdiend. Christian Haik, hier in het midden. Julian nog aansluitend over Baumann. Is ook tegen Nederland is misschien het moeilijkste team. Wilt u nog steeds wisselen of nog meer? Was het ook al van dit is ook al bij het sterkere team? Heeft hij nu, is hij de nummer 1 nu? Nee, ik beslis dat niet alleen. Ik heb een doeltrainer. Een keepertrainer. En ook met andere mensen in het team moeten we ook. Iedereen heeft zijn eigen rol. Ik heb al een specialist ook. Ik heb al een mening over de keepers. Ze moeten ook, bij het team passen. Ze moeten kunnen voetballen. Actuele zorg is ook dat Olly een beetje sterker als Oliver. Ze hebben allebei goed gespeeld. Met bal kunnen ze ook heel goede oplossingen gehad. Ik probeer heel veel goed te doen, maar ik ben niet helderziend.
Bij de teams. We hebben nog andere, ook de keepers die nog ook eventueel een kans zouden kunnen krijgen. We hebben ons niet besloten. We hebben fijn dat we allebei goed gespeeld hebben. Dat we dat ook een beetje de discussie een beetje op een laag niveau gevoerd wordt. Dus het is ook fijn dat we hem dat hij goed kan slapen. Klaus Bergman helemaal links. Oké. Helemaal naar rechts. Thomas, misschien kunt u iets zeggen over van het afscheid. Wat van die afscheid Thomas Müller was? Of er een party zou zijn? Of dat je oude heren bij elkaar zou komen? Hoe is de stemming bij het team? Willen ze meteen naar het team terug? Willen ze even hier blijven? De choreografie, ik weet niet wat dat is. De stemming was ook goed. Ook, die spelers hebben ook verdiend. Ze hebben ook zoveel successen gevierd. Ik geloof, het was ook goed, leuk voor die drie. Ik vond ook leuk wat ik ervan meegekregen heb. Ik ben de voorbereiding bezig met van de wedstrijd. Ik heb niet alles gezien van mijn kant. Het heeft niet met deze drie mensen te maken. Ik heb nog een baan die ik moet doen. Dus het zal wel een klein feestje zijn, maar niet een lang feest. De spelers moeten weekend weer spelen. Het is nu maandagavond. Dat wordt al heel laat en morgen weer terug. We moeten ook nog veel verantwoordelijke taken op zich. Of het een feest van oude heren wordt. Het zou ook prima zijn, of niet? Er zijn ook een paar jongen erbij. Dominique Rozing. Nog een jeetje met Leveling. Als hij gewisseld heeft nog iets in zijn oor gefluisterd. Wilt u verraden wat het was? Was het iets over een volgende interland of zo? Nee, ik heb hem gewoon gefeliciteerd omdat het heel goed was. Van buiten kan je vanaf heel ver. Je hebt dus tweede helft, 6-7 dingen die moeilijk op te lossen waren. Hij heeft heel goed gedaan met die actie. Heeft heel veel offensief naar eigen balbezit heeft geleid. Ook gefeliciteerd. Misschien 23, geloof ik. Het is nog niet zoveel ervaring, dus heeft niet al 10 jaar bij een heeft bij Fürth en nu bij Berlijn. Ja. Een jaar en een beetje bij VfB. Hij heeft nog een carrière die niet helemaal normaal is. Dat heeft hij heel goed gedaan. Ter afsluiting kwam ze nog een keer. Eerste vraag is, ik vind een korte vraag, hoeveel toekomst heeft u met Stiller gezien? Ja, ik wil die leiding van Pascal en Rick wil ik niet kleiner maken dan die is. We hebben ook toekomst, ook kijken naar de structuur van wat de leeftijd betreft. We moeten kijken wat actualiteit ontwikkelen, ook bij de EM goed, de EK is goed kwalificeren, naar bij EK een goede rol spelen. De actualiteit is ook, we moeten ook kijken naar dat we niet alles als spelers zitten die 35 zijn bij de WK. Ik hoop dat alle mensen die trainen, dat ze 35 zijn, dat ze kunnen spelen, dat ze op niveau kunnen spelen. Als trainer heb ik de verantwoordelijkheid om ook verder te plannen. En allebei hebben het goed gedaan, defensief ook goed. Ze hebben ook afspeelfouten gedaan, maar dat heb ik ook dingen uitproberen. En dat die mensen die we allebei de bal hebben, dus vinden ze ja, heel goed. Ja. Klaus Bergman, als snel kan. Eentje nog dan. Even zoveel Stuttgarters erbij. Sebastian Heuners is misschien ook co-trainer voor u. Dat zou niet van echte respect getuigen. Maar VfB Stuttgart, als ze nog een beetje meer succes hebben, dan gaat het beter. We hebben ook een Maxi, heeft heel. Aan het begin had het heel moeilijk in het seizoen. De laatste drie wedstrijden bij VfB heeft hij een fout gedaan, maar hij heeft dus goede stappen gezet vandaag. Vandaag ook goed gespeeld, ook tegen Bosnië ook goed verdedigd, goed gespeeld. En dan heb je ook goed Jamie ook gezien aan de voorkant.
samengespeeld met Jamie. En doet heel veel goed. Sebastian doet heel veel goed in Stuttgart. We moeten elke coach van de vereniging. Ik kan ze niet coachen. Ik moet elke trainer heb ik nodig. Die, als die mensen goed opleiden, dan. Ik probeer nog iets aan toe te voegen, maar als het percentage uitdrukt, het grootste deel wordt bij de clubs gedaan. Sebastian doet het heel goed, net als alle andere trainers. Dank u wel en een fijne avond nog. Dat vindt ook de tolk.